Er is sprake van een wantrouwen tussen de Curaçaose politici en de Nederlandse. Uzelf, welke vertrouwt u het meest? De Nederlandse. Waarom is dat? Nou, als ik kijk, ik ben hier nu een paar maanden op het eiland. Ik woon ik hier. En hoe het hier dan gaat en hoe het in Nederland gaat, dan vind ik wel dat ze in moeten grijpen, ja. Ja, ik politico dan Hollandees, te attenderen aan kosten van Hollande. Ik mis kosten Hollande, tien zo kosten aan kosten, tambe, tien die dan. In ons nom is de lubida, kun ons ta parti di reino, is in ons moestra, kun ons mes, no por attenderen ons kosten, de automaticamente ons mes ta pidi, pa Hollande kan je ding. Ik ken eigenlijk weinig Curaçaose politici. Ik weet alleen dat er een premier Schotten nu is hier in Curaçao. En wat ik van hem gezien heb, maakt op mij wel een betrouwbare indruk. Wat ga je doen? Hoe laat de minister kiezen ons politico naar een baan? Wat dreef je kosten of zo? Of no? No. Ik no dat je zin. Dus ik ga zo naar mijn stad weer voor voeren. Bon, eigenlijk is het nooit mijn zesje, maar het is nooit een bosje. Dan denk ik ook niet op een zorgen. Ik vind dat ze hier gewoon de regels wat strakker moeten trekken. En ik denk dat dat voor heel veel Antillianen veel beter is. Mia biba na Hollanda. En we zagen Hollanda mensen in hobby kost die drecha. En dat door je zei, ze moeten op drecha bij mensen. Ami dat keren op drecha otro. Dus ami zie dat keren. De mienen naar ami dat promegulos om die kaaien te kunnen. Nou ja, de straat op gaan is eigenlijk wel heel rigoureus. Maar ik zou wel Nederland steunen. Met de prosi. Pa Hollande interveni simplemente pa buena marcha di el lugar aquí. Pa sobra nos conoce un ti lugar si bote ende ku sabiaha anto bom mira ko so bote mira ku nos tin un paraíso e mita kere mayoría di pueblo aquí ta desea pa ese queda asina anto si ese identifica ku Hollande tin ku bin interveni pa yuda nos pa wake up nos hende nang anto mita aplaudi ese mita sutra 100%.